Fijne jaarwisseling vanavond. Vakantie. Oh, je vriendinnetje. Contant is los, Lucilla. Ja, leef hem eruit. Dansen en zingen. Euro. Zo. Ik zie wel heel even. Ja. En leg hem hier. Pak op je kaartje. Ik heb hem. Heb jij een baby? Nou, hebben we allemaal die je met je gezin kan doen. Pinmachine. Tekening verkocht. Wauw. Dit is hem dus. Oh, dat is heel erg mooi. Oeh. Wij zijn de Bendica's familievloggers. En vandaag is het de allerlaatste schooldag voor de kerstvakantie. Eens even kijken waar Luan is. Die zit hier bij de boom. Goedemorgen Luan. Goedemorgen. Hey, vandaag jongen is het de allerlaatste schooldag voor de kerstvakantie, hè? Ja. Wat vinden we daarvan? Ik vind het wel leuk. Ja? Vind je het wel leuk dat we kerstvakantie hebben? Kijk, en wie zit daar nog meer aan tafel? Ik heb die voor Luxie gemaakt. Oh, echt waar? Wauw, Luxie. En hij dankte God dat de wereld gered was. En hij met zijn familie en alle dieren weer op de aarde mocht. Vandaag om 12 uur gaan we het jaar 2019 uit. En het nieuwe jaar 2019. Fijne jaarwisseling vanavond. Zo, gaan jullie weer met jullie lichtjeschoenen naar school? De laatste schooldag? Ja. Nou, heel veel plezier op school. Dank. Nou, jullie vallen goed op in het donker. Ja. Doeg. Doei. Doei doei. Ik hou ook van jullie. Ja, doei doei. Doei. Terwijl de kinderen nu even nog lekker een kort dagje op school hebben, ga ik nog even super hard werken achter de schermen, jongens, om de jaarmovie af te krijgen. Ik moet nog een novembermaand en nog een decembermaand editen. Wil je deze jaarmovie zien? Kijk dan even wat vlogs terug. De Bendica jaarmovie 2019, die kun je daar terugkijken. Kijk hem lekker in etappes terug. Je hoeft natuurlijk niet alles helemaal uit te kijken, maar het is gewoon een hele grote compilatie van wat we afgelopen jaar weer als we ons gezin hebben meegemaakt. En vooral ook voor de herinneringen voor onszelf en de kinderen natuurlijk. Dag! Ja, poppetje. Ja. Inmiddels ben ik klaar met het editen van de maand november van de jaarmovie. Luxie heeft haar slaapje gedaan. En ze zegt al die, want... Wat horen jullie? Wat is dat, Luxie? Wat is dat? Kijk eens. Wauw, dat is een vet grote bingo set. Ik weet niet of jullie dit kennen, maar wij spelen graag bingo. Altijd met de familie op dit soort kerstvakantiedagen. In ieder geval, ja, in de vakantie vind ik dat altijd leuk. En ik heb een heel leuke nieuwe bingo set gekocht. En we hebben vanochtend, hebben Luxie en ik de bankjes er al uitgehaald. Kijk eens Luxie, wat hebben we hier? Oh, kijk. Kijk eens. Wat is dit dan? Hé, hey, wat is dit dan? Die is mooi. Dit is een mega grote bingo ballenratje. En er zitten allemaal bingo balletjes in. Kijk, dan moet je zo draaien, Luxie. Oeh. En dan komt er een balletje uit. Kijk, er zit een balletje. En oeh, er komt een balletje uitgerold. En daar hebben we een balletje. Ja, dat is een Luxie. Nummer 29, kijk, die ligt daar. Ja! Luxie. Die moet je dan daarin leggen, Luxie. En dan hebben we ook nog van deze leuke bingo kaartjes. Met van die fiches erbij. Zo, hey, Woes, kom je even kijken, jongen. Woes, komt ook even snuffelen. Een balletje. Hoor ik daar een balletje? Nee, Woes, dit zijn bingo balletjes, jongen. Het zijn geen balletjes voor jou. Ja, er zijn geen balletjes voor jou. Zo lief. Kijk, dan hebben we hier van die bingo kaartjes en bingo fiches. En dan moet je, als je dan het nummertje hebt, op het kaartje leggen. En als je hem dan vol hebt of een rijtje vol hebt, dan zeg je bingo. Ja, Luan en Lucilla die komen zo thuis van school. Dan hebben wij officieel kerstvakantie. Dus dit is de laatste dag van Luan en Lucilla. Heb je er nog één? Goed zo. En dan gaan we eerst even lekker broodje eten, want het is een korte dag vandaag. We hebben vrijdag altijd een korte dag. En dan gaan we daarna lekker dit bingo spelletje spelen, maar dan met een hele leuke twist eraan. Hey Pip, wil je ook een balletje, Pip? Ja, Pip is niet zo van de balletjes, hè? Nee, maar Woes wel. Die zit hier te kijken. Oh, ik vind het wel een mooi balletje daar. Mooi mandje met balletjes, hè, Woes? Nu en Lucilla komen zo thuis en dan gaan we eerst even lekker eten. En ik dacht, misschien wel lekker om wat lekkere knakworstjes en een lekker soepie te eten als middageten. Even lekker wat warms in de buik met deze koude dagen. Ja, Pipje, wat is het? Wil je ook een worstje? Oh, Pip. Kijk eens. Wie staat er nou weer bij de benen? Hé, hey, Pip. Dat is niet voor jou, die wasjes. Hé, hey, jij hebt brokjes, hè?
je brokjes, hè, schatje? Ja, nee, ja, ze ruiken. Ze ruiken natuurlijk die worstje. Nee, ik wil niet de worstjes eten. Oh, dat is lekker. Nee, dat hoef ik niet te denken. Ik wil worstjes, ja. Nou ja, het ruikt natuurlijk wel lekker naar knapworst. Even opgewarmd, wat knakworstjes en in de oven een lekker stokbroodje in de oven. En op tafel nog gewoon even lekker gewoon brood voor degene die ook nog brood willen. En dan kunnen we zo aan tafel als de kids thuis zijn. Hey! Hey! Luan, heb je Lucilla gelaten? Hallo. Oh, daar komt ze aan. Hallo kinderen, eindelijk is het... Vakantie! Ja, wat hebben we daar? Ja, dat is een echt... Wow! Weten jullie wat dat is? Nee, ik weet noem je niet het ook wat alweer. Het is, maar ik weet niet hoe het spelen. Dan noemen we bingo! Yay! Yeah. Oh, yay! Yeah. Vakantie! Van mijn week. Oh, was dat even het zonnetje van de week? Weet je, mama? Nou. Weet je wie ik heb gekozen? Nee, niet uitgekozen. Uitgetrokken. Getrokken. Ja. Je hebt getrokken. Rachat. Ah, oh, je vriendinnetje. En Lucilla, die wilde wat vertellen, want wat heeft Lucilla? Ik heb haar eerste losse tand. Ze heeft haar allereerste losse tand. Even kijken. Deze. Even kijken wat we kunnen zien. Die. Even kijken. Eens kijken, doet hij wiebelen? Nee. Ja, ja, oh ja, duidelijk. Ja, ik zie het. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dat is vrij vroeg, volgens mij tenminste. Want Luan had zijn eerste losse tand toen hij 6 was, volgens mij. En mama... Oh, Luxie, kijk dan Luxie. En Lux, mama... Ik zo aan tafel, en ja? En dan had hij een auto oma aan de lijn. Ik had ook tegen oma gezegd. Had je dat tegen oma gezegd? Losse tand, de eerste. Luxie kruipt helemaal zelf in de stoel. En Lucilla heeft al eerste tand nu ze 4 jaar is. Ja, ze wordt bijna 5. Maar ze heeft al eerst een losse wiebeltand. Hallo jongen, ja? Wat heb jij, kerel? Losse tand. Wat? Losse tand is... Ja, Luan had ook een losse tand. Heb je de losse tand eruit vandaag? Nee. Oh, kijk. Hij zit heel erg los. Kijk, het ziet er misschien een beetje eng uit. Maar kijk, ik kan hem echt zo uitwippen. Oké. Moet ik het doen? Ja. Ja, ja, hij gaat eruit. Echt waar, echt waar. Geloof me. Ja, hij is eruit. Pak hem maar, hij is eruit. Trekken. Worteltje los. Trek maar. Kan geen kwaad. Ja, ja, Leon heeft hem eruit. Ja, bingo. Ze vijven. Bingo. Ja, bingo. 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 Dit is de 5e losse tand van Luan. Let's kijken, jongen. Gat? Ja, ja, dat is zeker een gat. Zie je dat, Lucilla? Zo gaat dat bij jou straks ook.
Leuk, hè? Oh, het doet geen pijn hoor, jongen. Nee, het doet niet pijn. Nee, het doet geen pijn hoor. Nee. Nou, even starten. Gaan we even schoonmaken en dan gaan we hem in het bewaarbakje doen van Luan. Mm-hmm. Goed? Maar ik heb geen bewaarbakje. Nee, die ga jij dan krijgen. Nee, ik krijg maar die ga jij nog krijgen. Nee. Ja, en jij. Oh, Luxie, lekker worstjes gepakt. Ja, van mij. Ik... Oh, heb je dat gedaan? Oh, dat is heel lief. Nou, gaan we lekker eten? Ja. Gaan we even wachten tot vader er is? Waar is vader? Die komt er zo aan. Oh, die komt er zo aan. Oké. Okay. Ik heb hem erin gedaan. Kijk, dit is zijn bewaardoosje. En ik hier denk de rest ook in. Die was het. Ja, weet je nog welke het is? Die. Die waar het bloed nog wel bij zit, hè? Ja. Heel mooi, jongen. Heel leuk. En dit zijn al zijn andere tandjes. Ja. Melktandjes, hè? Kijk, mam. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Heel erg mooi, jongen. En ik word 5. Ja, jij wordt 5. Ja. Luan is de hele week het zonnetje van de week geweest. Het mocht hij iedere dag iets vertellen over zichzelf. En toen heeft hij een vraag even opnoemen. Ja. Toen heeft hij een blad gekregen met de vragen die de kindjes voor hem hadden en de complimentjes. Je kunt al goed leren. Wat heb jij een leuk discopak? Je kunt netjes schrijven. Wat kan jij een leuke foto's maken met je Polaroid-camera? Je hebt een leuk boekje. Wat kan je goed met kinderen omgaan, schatje? Wat leuk, Lu. Wat heb jij een leuk discopak, staat er. Je kunt al goed leren. En hier? Je hebt een coole meeneembox. Wat kan jij hard rennen? Je kan goed dansen en zingen. Oh. En die? Wat heb je leuke kleren aan? En de laatste? Je hebt een leuk fotoboekje. Oh, super lief, Luan. Wat leuk. Nou, jongen, die kan je in je zak steken, al die complimentjes. Yeah. Silla, wat heb jij gemaakt op school, meisje? Ik heb een kerstboom gemaakt en als een pinkboom. Mooi, liefie. Kerstboom. Mooie goud. Een hele mooie kerstboom. En wat heb je daar, Luan? Een ster. Wauw. Mooi. Heb je die zelf gevouwen? Ja. Leuk. Elke keer 1, 2, 3, 4, 5 keer een vliegertje vouwen en dan zo aan elkaar plakken. Mooi, jongen. Mooi, ja. Leuk werkje. Leuk werkje. Ik wil hier doen. Ja. Hey. Daar is vader weer. Die hebben we de was uitgehangen. En mam? Wat doe je de was? Nog een spin. Oh, jongen, je houdt niet op met je werkjes. Wij hebben inmiddels de leunshop en de kinderen zitten er helemaal klaar voor, jongens. Wat gaan wij doen? We gaan bingo spelen en dit zijn de prijzen. Allemaal ja. 10 euro. Het was even, ja, wat zijn dan de prijzen? Wat zijn de prijzen die we hebben? Als jullie bingo hebben, dan winnen jullie 10 euro. Nou, zullen we het toch maar tussen jullie twee doen dan? Ja. Luxie die is liever met haar sok aan het spelen in plaats van dat ze mee wil doen. Ja, jouw sok. Jouw sok? Ja. Luxie wil heel even de show stelen met haar sok. Heel snel. Ja. Kom, gaan we bingo spelen. Ja, we gaan weer bingo spelen. Ja. 7-4. 74. Hebben wij die? Dat is. Zo ziet hij eruit. 7-4. Ja. Ja, heb je die? Ja. Ja, maar die is andersom. Priscilla ziet hem wel, alleen hij is andersom. Dus deze is hem niet. Mama, 7, ja, 4. Jij wel? Even kijken. 4 in de hoek. Ja hoor, Luan heeft hem. Bingo! 74. Nee, dat is nog geen bingo, jongen. 5 en 1, dat is 51. 51. En 1 en een 5. 5 en een 1. Is dat? 12. Heb ik 12? Hebben jullie 12? Ja, en het is? 5-8. 58. Een 5 en een 8. Nee, jij heeft hem niet. Priscilla heeft hem ook niet. Rondo, rondo. Oh, oh, pak maar. En 3 en een 1. 13 hebben we hier. 13 ken ik wel. 1 en een 3. Ja, ik ken hem. Ja, goed zo, Lucilla. 1 en een 3. 1 en een 3. Ja, dan leg ze een fiche op. 1 en een 3. Ik heb geen. Dan mag Luan weer draaien. Ik heb een 1. Oh, je had een andere kleur, hè? Gaan we samen? 1, 2. Ja. Kijk eens, 48. Heel goed, Luan. Dan pakt hij een fiche van zijn kleur. En legt hij hem erop. Ja.
nummer 24 is dit. 24. Ja, 24. Ja, 24 die ken ik ook wel. Ja, een 2 en een 4. Ja, heel goed. 24, leg er maar een visje op, jongen. Die gaat lekker. Oké, we gaan weer draaien, Lux. Misschien draaien. Ik zie het draaien wel leuk, hè, Luxie. Zo. Is dat het leukste? 17. 70. Het is een 7 en een 0. Nummer 70, Priscilla. Een 7 en een 0. Zoek maar op jullie kaartje. 17. Ja, ik zie een 7 en een 0 daar. Ja, goed zo, Priscilla. Ja, pak maar een visje en leg hem er maar op. Een 68. 68. 68. Ken ik wel. Ja, heel goed. Visje erbij. Dan leg hem dan maar op. En jij? Nee, jij hebt hem niet. En bam. Ja. En 47. Heb ik een 4? Een 4 en een 7. Ja. Nee, jij niet. Welke balletjes gaan het worden? 19. 19, heel goed, Johan. Een 1 en een 9. Ik heb hem! Ik heb hem! Woe, goed zo. Dan gaan we weer. Welk balletje gaat het worden? Een 2 en een 5. 25. Oh, ik moet Luan. Er nog 2 om een rij te maken. Oh, spannend, spannend. Mama, ja. Ik moet nog 2 rijen voor 1 en 2 rijen voor nog 1. Ja, kijk. Lucilla. Kijk, Lucilla hoeft nog maar 2. Nummer 31. 31. Zoek maar op de kaart. Een 3 en een 1. Ja, kijk maar goed, Luxie. Een 3 en een 1. Heb jij hem misschien? Heeft Lucilla een bingo? Lucilla heeft een bingo. Zeg heel hard bingo. Bingo. Heb jij een bingo? Nog harder. Bingo. Heb jij een bingo, meisje? Echt waar. Eens kijken. Bingo. Wie heeft de 10 euro verdiend? Geef die maar aan Lucilla. Gefeliciteerd, Lucilla. Jij hebt 10 euro verdiend. Oh, geef toch een lekker kus. Gefeliciteerd. Nou, niet met een boer als kiespijn. Nee, Lu. Hey, wat zegt mama altijd met spelletjes? Het gaat erom dat je het leuk vindt. En vond je bingo leuk? Ja, maar wil je maar ook geen bingo? Hè? Nou, hebben we allemaal een tientje, goed? Ja. Jawel, hè? Kunnen jullie tientje in de spapel doen en dan kunnen we in de kerstvakantie er iets leuks van kopen, goed? Ja. Wij hebben ons weer prima vermaakt met het leuke bingo-ratje. Ik ben erg benieuwd of jullie ook met de kerstdagen of met de kerstvakantie gezellig bingo spelen. Ik vind het altijd echt zo'n kerstspelletje wat je met je familie, met je gezin kan doen. Hij zit wel best aardig vol. Zit heel aardig vol, kerel. Luan heeft niet echt een portemonneetje, maar een geldkistje. Kijk, en hier bewaart Luan zijn muntjes in. En zijn zwembadrobijn. Ja. En als ik kijk dat hij niet wordt gestuurd. Nou jongen. En ik wil nog een tientje. Oké, wat ga je daarvoor doen dan? Hoe komen papa en mama? Aan een pinmachine. Pinmachine? Maar hoe komt die pinmachine aan geld? Ik heb nog geen flauw idee. Door ervoor te werken. Oh ja. Luan en Lucilla waren helemaal in de stemming van... Oh man, pap, wat kunnen we dan doen om nog centjes te verdienen? Dus Lucilla die heeft 3 euro nog extra verdiend. Want Lucilla, wat heb jij vanmorgen gedaan? Ze heeft mij een tekening verkocht. Dat was 1 euro voor de tekening. En wat heb je nog meegedaan? Gestofzuigen. Een gestofzuiger voor 2 euro. En weet je wat ik wil nog doen voor jou? Wil ik nog schoonmaken de tafel? De tafel schoonmaken, dat wilde ze ook nog doen. Nou, vind ik echt super lief van je, Lucilla. En Luan die wilde papa graag helpen. En papa heeft nu een afspraak. Dus papa zei, nou, als je met me meegaat, dan kun je daar een centje mee verdienen. Dus Luan is mee naar een afspraak van papa. Dus wij hebben even lekker tijd voor ons meidenmomentje. En ik heb iets heel erg leuks voor jullie. Rijke Luxie zit hier ook. Ik heb iets heel erg leuks gekregen van een andere man. Ja! Ja. Voor jullie. Er zit ook een hele briefje bij. Zal ik eerst het briefje even voorlezen? Het leek me leuk om 2 kettingjes op te sturen. Voor de meiden. Mijn dochter van 5 kijkt graag naar jullie vlogs. Ook lijkt haar het superleuk om dezelfde ketting te hebben als Lucilla en Luxie. Ze heeft deze zelf uitgezocht. En de mama maakt dus zelf kettingen. Dit is de mama. Ze maakt dus zelf kettingen. Speciaal voor kinderen. Veilig voor kinderen. Kijk.
Wauw. Hele mooie tekening bijgemaakt. Ja. En de ketting die is van siliconen hartjes, 100% veilig gekeurd en vrij van BPA. Ja. En vrij van bloot, nou ja, zo staat het allemaal. Kijk maar, hier, dit is het briefje. Er zitten dus geen giftige stoffen in deze ketting. En kijk, dit is hem dus, allerlei kleurtjes hartjes. En hier heb je zo'n sluiting en dan kun je hem zo makkelijk open en dicht mee maken. Wauw, kijk eens. Wat mooi. Moet ik hem jou ook even omdoen? Ik heb het zelf. Kijk, Lucilla heeft hem om. Hij staat jou hartstikke mooi, Lucilla. Wat zeg je dan? Dankjewel. Dankjewel, Karin. Hij is echt heel erg mooi. En wil je nou weten waar je deze kan bestellen? Je kunt even bij haar kijken. Cato heet ze. Made by Cato. Kijk, dit is het... Dit is haar bedrijfje. En ze maakt dus hele mooie kralenkettingen. Speciaal voor kleine kinderen. Mooie Lixie. Nou, dankjewel Karin. De meisjes zijn er super blij mee. En ik denk zeker dat je dochters er nog zeker de kettingen vaker om zal zien hebben in onze vlogs. Zo, inmiddels zijn we weer lekker aan het koken. Ik maak lekker vanavond lekkere pasta. Met gehakt. Ja. Ja, gaan we lekker eten. Dat vind je lekkere Lixie. Luan is ook weer thuis. Was het leuk met papa? Mm-hmm. Moest je leuke klusjes doen? Ja. Ja? Ja. Mannendingen waren het volgens mij, hè? Nou, je hebt wel weer een extra centje verdiend. Ja? Nou, weet je. Nou? Er zat ook een mooi bakje voor jou in bed uit te zoeken, maar het was heel erg moeilijk. Een cadeautje van mama? Mama! Onder de kerstboom? Mama! Ja. Mama! Oh. Mama! Maar het is niet gelukt. Helaas is niet gelukt. Mama! Ja, liefie. Ik heb een werkje voor jou gemaakt. Oh. Dus de tafel dekken. Ja. Dus ik mag een muntje. Ja, je krijgt zo weer een muntje. Mama, dus je blijft de tafel dekken. Nog een keer. Aan tafel. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Duimpjes omhoog. Geef je dan weer een klik op een belletje. Zie jullie morgen weer een nieuwe vlog. Doei. Morgen gaan we het heel erg leuk doen. Fanny Arbersling. Doei. Happy New 2020. Voeg je hartsbonbon mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst bonbon mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom, 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 mee. Dans mee en blijf je.